109 voor de wedstrijd. Kijk waar België op komt. 32. Hij was de carrier van dienst voor Nederland. Dirk van Duivenbode. Heeft de triple nodig. Niet gevonden. Dimitri van den Berg. 32 voor de wedstrijd. 32 voor een plaats in de kwartfinales. De Dreammaker. Make the dream come true. Zet België in die kwartfinale tegen Australië. Recht vooruit, Dimitri. Kom op. Ja, het publiek. Rustig blijven, Dimitri. Je gaat uit je zone. Niet doen. Oeh, is dit verstandig, Erik? Is dit verstandig? We zullen het binnen 20 seconden weten, Matthias. We zullen het binnen 20 seconden weten. Dimitri. Eerste er middenin. Zou fantastisch zijn. Make Belgium proud again. Recht vooruit. Strek, plooi, strek. Ja! Voilà. Dimitri van den Berg. Hij dart samen met Kim Huybrechts België naar de kwartfinales op de World Cup of Darts. België bij de laatste acht, bij de beste acht hier in dit landentoernooi. En nee, niet alle vierde reekshoofden op deze World Cup of Darts gaan door naar de kwartfinales. Het is het vierde reekshoofd dat sneuvelt tegen het vijfde reekshoofd. Zij doen het na alle stress, alle issues van de voorbije dagen. En vooral bij die eerste wedstrijd afgelopen donderdag. Wat een hemelsbreed verschil dit, Erik. Dit was een partij om... Dit had alles, drama tot en met. Fantastisch gespeeld. IJzersterke Dirk van Duivenbode, de beste van de vier, dat moet ook gezegd worden. Maar op het einde, ja, is er maar één ding dat telt. Het staat 8-7 voor België. En dat is gewoon fantastisch. En zo blijft het bij die ene nederlaag in de koppels op de World Cup of Darts vorig jaar tegen Australië. Morgen gaan de Belgen kans hebben om revanche te pakken. Wil je meer van deze video's zien? Abonneer je dan nu op het YouTube-kanaal van 433 Darts.